Goeiedag en welkom in andere aflevering van Q-Time. Heel Suriname zat de afgelopen weken in een lockdown. En met z'n allen proberen we nu langzaam weer terug te komen in het normale ritme. We kijken ook eventjes hoe het bij een van onze klanten, namelijk Building Depot, gegaan is in de afgelopen weken. We praten met Aniel Toing, hij is marketingassistent, over de afgelopen periode bij Building Depot. What made is a little Q-Time. Goeiedag Aniel, welkom in Q-Time. Goedemorgen, mevrouw Net. Stelt u zelf voor aan de kijkers. Ik ben Aniel. Ik ben marketingassistent bij Building Depot. Mm-hmm. Ik ben 42 jaar dus jong. Heel mooi. Ja. Hoe gaat het met u en uw gezin en uw kinderen in deze coronatijd? Iedereen is gezond en gelukkig? Ik heb nog geen gezin, maar mijn moeder en mijn familie maken het allemaal goed. Oké, goed zo, gelukkig. Deze coronatijd heeft natuurlijk ook voor Building Depot enorm veel impact gehad, om het maar even zo te zeggen. Hoe is het verlopen bij jullie vanaf 13 maart? Er is toen een aankondiging gekomen. Hoe heeft Building Depot gereageerd daarop? Het was moeilijk, maar we hebben alles op alles gedaan om onze klanten toch onze diensten te verlenen. Want op een gegeven moment was de telefoon roodgloeiend. Er kwamen een heleboel verzoekjes naar binnen om geholpen te worden. Dus we hebben alle reglementen in acht genomen om toch de klanten de beste service te geven. Ik weet dat ik in die tijd nog even bij u langs ben geweest. En er stond inderdaad een hele mooie wasbak buiten geïnstalleerd. En een hele aardige meneer met een mondkap die bezig was met hand sanitizen en dergelijke. Maar mensen konden nog de winkel nog bezoeken. Maar dat is op een gegeven moment ook gestopt, hè? Ja, klopt. Hoe hebben jullie dat opgevangen? We waren gewoon wel gesloten. Wij bepaalden van ons werkte van huis uit. En een paar hadden we dan op een gegeven moment. We hebben ook een supermarkt, dat weet u. En toen hadden we de supermarkt dan opengegooid. Ja, omdat inderdaad de supermarkten wel een van de essentiële diensten waren. Hè? Ja. Klopt. Hoe was het voor jullie om inderdaad heel snel te moeten schakelen van winkel die open is, die de hele dag zeg maar hun klanten ontvangt, naar toch binnen 2 dagen het hele systeem omgooien. Hoe werkt dat bij zo'n groot bedrijf? Vanaf dag 1 hebben we eigenlijk gelijk ons huiswerk gemaakt. Alleen wanneer de situatie zich zou verergeren, dat je eigenlijk de tools gelijk in handen had van hey, we moeten gelijk de overschakeling maken. Dus op zich was het voor ons niet zo moeilijk. We hebben gewoon ons huiswerk eigenlijk van tevoren gedaan. Dat hebben jullie wel gedaan. En hoe doe je dat? Kijk je naar het buitenland? Stem je af met collega-bedrijven? Ik vraag me af hoe dat gaat. Sowieso hebben we afgekeken hoe het in het buitenland gebeurt. Maar we hebben dan ook afgestemd met lokale bedrijven, hoe zij het doen. En dan zijn we gaan vergelijken wat het beste zou zijn, ook voor ons. Ja. En dat hebben we ook gedaan. Hebben jullie ook al kunnen merken dat de behoefte van klanten in de coronatijd veranderd is geworden? Wat voor soort producten hebben misschien een andere voorkeur gekregen bij jullie klantengroep? Er is niet echt veel opgemerkt. Integendeel waren de mensen waren gewoon enthousiast om toch online te bestellen en de vraag was eigenlijk, het leek alsof het groter werd. Want ze zijn thuis, ze hebben niet zoveel te doen, dus nu kunnen ze gaan kijken wat ze in het huis precies nodig hebben. Ja, dus jullie hebben in principe de online bestellingen, die zijn wel gewoon doorgegaan? Ja, online bestellingen, telefoons en we hebben ook een appnummer waarop mensen konden appen en zo. Hadden jullie ook zo'n dienst dat je bijvoorbeeld zo'n drive-thru dienst? Ik heb via de app besteld en dat ik het kon halen? Of hebben jullie geleverd? Nee, we hebben dan de mensen toch geprobeerd safe te houden. Dus je hoefde dan niet uit huis te gaan.
dan wordt het thuis geleverd en dan kun je dan thuis afhankelijk wat betalen. Ja, ja, oké, op die manier. En hoe is nu de situatie? Want de lockdown is grotendeels voorbij. Er zijn natuurlijk nog een heleboel cases actief in Suriname. Hoe gaan jullie daar als team mee om? We zijn sowieso heel voorzichtig. We hebben alle regels in acht genomen. Mond, neuskap, hand reinigen, wassen reinigen. Mm-hmm. En 1,5 tot 2 meter social distancing hebben we in acht genomen. Ja. Zijn jullie streng in de winkel daarmee? Streng zijn we niet, omdat de mensen zich aan de regels houden. Dat vind ik wel geweldig, dat toch de mensen aan de regels houden. Je hebt net enkele, maar daarop worden ze geattendeerd en dan houden ze zich wel aan de regels. Maar we proberen toch zo goed mogelijk de delivery te doen, zodat ze dan thuis blijven. Maar ja, naar Building Depot is eigenlijk ook een uitje. Hè? Dus wandelen door de winkel is eigenlijk ook al een vorm van wandelen, letterlijk en figuurlijk. Dus de mensen vinden het wel lekker om ook gewoon even eruit te zijn. Klopt, inderdaad. Maar we proberen toch de mensen erop te houden van laten we even kort en zakelijk zijn dat je je dingen doet. Mm-hmm. En dat we niet op een wandeling uitgaan, want dat kan ook een beetje gevaar brengen voor ons allemaal. Ja, inderdaad. Hè? Want je hebt de winkel, het is open. Je weet niet wie allemaal binnenkomt natuurlijk. En het staat niet op je voorhoofd geschreven dat je al dan niet besmet bent. Ja, oké, behalve corona zijn er natuurlijk ook nog economische omstandigheden die op dit moment in Suriname van zich doen gelden, zeg maar. Hoe staan jullie tegenover die uitdagingen? Want dat is ook een uitdaging die we eigenlijk met z'n allen aangaan. Ja, kijk, het is moeilijk, maar wij proberen, we proberen onze beste service eigenlijk voort te zetten. De vraag van de klant proberen zoveel mogelijk tevreden te stellen, zodat toch de laadje rinkelt eigenlijk. Zodat we salarissen kunnen betalen, vaste lasten kunnen betalen. Ja. Mm-hmm. Ja. En hoe is het sentiment onder het personeel? Iedereen komt wel aan alle mensen die werken bij Building Depot, zijn elke dag aan het werk? Of hebben jullie ook met shifts gespeeld? Heel in het begin voor corona werkten we met shift. Nu zijn we gewoon open van 8 tot 5. Daar hebben we wel iedereen aan het dus werk. Eigenlijk hebben jullie wel een volle bezetting. Ja. Ja. Ja, we hebben een volle bezetting. Spannende tijden. Zijn er voor Building Depot tussen nu en de komende maanden nog speciale dingen die jullie gepland hebben? Of acties om klanten tegemoet te komen of iets leuks? Ja, we gaan eigenlijk gewoon door met de flow. Met Vaderdag hadden we ook een actie. We hebben vandaag nog ding. Met Vaderdag hadden we dan ook pakketjes gemaakt. Het werd thuis geleverd. Daarnaast mocht de klant meedoen aan de dag. Want met de hele corona waren we ook gesloten die 2 weken. En toen hebben we het verlengd met 1 week. Dus de trekking vindt vandaag plaats. Okay. En dan wordt zo'n vader blij gemaakt met een Bluetooth speaker. Oké, leuk. Dus jullie proberen toch nog een beetje te engageren. Naar jullie klanten toe. Omdat je kan niet in die situatie gaan zitten. Want kijk, hoe je het kind opdraait, het is eigenlijk een nieuw normaal situatie. En we moeten gewoon doorleven daarmee. Ja. En toch is het nog steeds wennen hoor. Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Maar ik vind het, ik ben nog steeds niet helemaal gewend aan dat dit inderdaad normaal moet gaan worden. Ik ook niet. Ik moet gewoon even weer wennen. Ik moet wennen naar de nieuwe situatie. Bepaalde dingen, handen wassen, dat was bij mij normaal. Maar op een gegeven moment een mondkap dragen, dat gaat een beetje moeilijk. Want als je het ook te lang draagt, lijkt het alsof je moeilijk kan ademen. Ja, het lijkt alsof je niet genoeg frisse lucht naar binnen krijgt. Klopt, ja. Ja, en toch ook afstand houden is, vind ik ook best nieuwtje. Als je iemand ziet na een tijdje weer, dan ben je zo gewend om of een hand te geven of een braadsel te geven. Dat vind ik ook moeilijk om het soms in te schatten. Je ziet dat mensen nog steeds aan het zoeken zijn naar wat voor hun goed is. Ja, hetzelfde bij mij. Ik heb echt een klantenbestand die wanneer ze binnenkomen, hey meneer Annie, hoe gaat met u, alles goed? En dan kwam die braas of een handdruk. Ja. Het gaat moeilijk, maar we moeten het even zo proberen. Ja, en inderdaad hopen dat corona snel weer weg is. Ja, en ik zeg altijd, wij moeten het gezamenlijk maken dat we dit snel indammen. Ja,
Ja, en dan nog afwachten om te kijken als het inderdaad ook weg is om niet meer terug te komen. Dat is ook belangrijk. Ja, klopt. Ja, ja. Nee, oké. Aniel, hartelijk bedankt voor het gesprek. Onze tijd zit erop. Ik wil je heel veel succes toewensen en natuurlijk alle collega's bij Building Depot. Om niet alleen maar jullie zelf veilig te houden, maar ook jullie beste beentje voor te blijven zetten voor de klanten. Want net wat je zei, we moeten het samen doen. En dat is de enige manier waarop we het gaan redden. Ja, zeker weten. Ja. U ook. En daar bij Supreme sowieso ook de kijkers. En u ook bedanken. Oké, okay, is goed. Dankjewel, prettige dag. Dank je ook voor u. Oké, okay, stay safe. Bye. What made is a little Q-time. Tot zover het gesprek met de heer Aniel Towing van Building Depot. We maken met hem een babbeltje om te kijken hoe het bij Building Depot de afgelopen periode is geweest. Ze hebben er alles aan gedaan om hun klanten zoveel mogelijk tegemoet te komen. U heeft het gehoord, u kunt nog steeds uw bestellingen telefonisch doorgeven of appen of online bestellen, zodat u nog steeds van de diensten van Building Depot gebruik kan maken. Bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer. Goeiedag. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.